natuurlijk locatieachtergrond, dus ik heb altijd voor locaties gewerkt. Mijn hart ligt gewoon bij locaties en ook in zo'n training kun je je zo verplaatsen in waar zij dan tegenaan lopen. Dat je gewoon af en toe daar heel leuk op in kunt spelen. En dat kan ik gewoon veel minder wanneer ik zo'n workshop voor mensen in het bankwezen ga verzorgen bijvoorbeeld. En waar zit het hem nou in? Het zit hem niet in inderdaad overal van de daken schreeuwen wie jij bent en wat jij kunt. Het zit hem in waarde toevoegen en daadwerkelijk jouw doelgroep zien te vinden en aan je zien te binden. En mensen hebben vaak niet door hoe ze daar LinkedIn voor in kunnen zetten. Als we het even terugtrekken naar koude acquisitie, vroeger gingen we dan bellen en dan vroegen we gewoon naar die persoon. Soms kwamen we er wel doorheen, soms niet. Maar ze worden gek gebeld, dus heel vaak kwam je er niet doorheen. Terwijl je nu heel vaak, zeker als je al een vrij breed netwerk hebt, kunt gaan kijken van hey, wie is mijn gemeenschappelijke connectie? Wie kennen wij beide? En hoe goed kent die persoon? We kennen allemaal wel de durf te vragen acties op LinkedIn van secretaresses, van event managers. Dus ik zoek een locatie in Hartje Utrecht. Ja. Je wil ze de kost niet geven van hotels in Arnhem, Zuid-Limburg en Zeeland. Die dan inderdaad reageren, ja, je bent meer dan welkom op mijn locatie in, leuk plaatje erbij enzovoort. Dat is niet helpen aankopen. Dat zit er nog steeds in de oude verkooptechniek. Ik duw jou nu mijn locatie door de strot. En dat gaat dus ook uiteindelijk niet werken. Maar hoe krachtig zou het zijn, want jij kent echt wel een locatie in het hartje Utrecht. Ja. Hoe krachtig zou het zijn dat jij zegt, joh, hey, je zoekt nu in Utrecht. Helaas zit ik in Arnhem, maar ik kan je die en die van harte aanbevelen. Geheid als ze een keer in Arnhem zoeken, je blijft wel hangen. Zeker als je daarna ook met die persoon linkt. Gun elkaar de business. Die persoon zoekt niet in Utrecht, maar de volgende keer dat ze in Arnhem zoekt, blijf jij hangen.